We staan hier op een van de voetbalvelden van VV Jonathan, de grootste voetbalvereniging van Zeist. Ze willen daar een nieuw clubgebouw gaan bouwen. We vragen eens eventjes de voorzitter. Een loterij bij de voetbalvereniging Jonathan. Waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk? Ja, wij zijn toe aan een nieuw clubgebouw bij Jonathan. Het is oud, versleten, voldoet niet meer aan de huidige normen in deze tijd. We hebben geld nodig. We willen dat zoveel mogelijk uit eigen bijdrage doen. Organiseren we, een van de dingen die we organiseren is een loterij, een landelijke loterij. En daarmee hopen we veel geld op te halen om een fikse bijdrage te kunnen leveren buiten de hypotheek die we vanzelf moeten afsluiten. Hoe hoog worden nou de totale kosten, is de inschatting? De inschatting is dat het zo rond de 3 miljoen gaat kosten, het hele plaatje bij elkaar. Niet alleen het gebouw, maar ook de architect en alle bijkomende vergunningen. Dus dat is een enorme bedrag. En hoe groot is de vereniging eigenlijk inmiddels? De vereniging is groot. Wij tellen zo'n 1800 leden op dit moment. We beschikken over 8 voetbalvelden. Het aantal kleedkamers is niet toereikend. Dus vandaar ook dat we een van de belangrijke onderdelen is het aantal kleedkamers vergroten. We zitten bij de top 10 van Nederland met grootte van verenigingen. En door onze grote jeugdafdelingen horen we zelfs bij de top 5 van Nederland. Dus ja, dat zegt wel wat. Mogen we best trots op zijn. Maar geeft ook wel organisatorische problemen natuurlijk. Maar dan wordt het clubhuis wordt veel groter. Een beetje de hoogte in? Of? Nee, het clubhuis wordt ook niet veel groter. Want we zijn verplicht binnen de bestaande beleidingen te bouwen. We mogen niet de lucht in. Dat heeft met zichtlijnen richting Slot Zeist te maken. Welstand is het daar niet mee eens. Dus we moeten de grond in. En onder de grond kunnen we natuurlijk wel een aantal extra kleedkamers realiseren. Die verloting waar we het net over hebben, wat houdt dat eigenlijk in? De verloting, dat hebben we georganiseerd. Daar kan iedereen aan meedoen. Daar zijn hele mooie prijzen mee te winnen. Waaronder bijvoorbeeld een camper van bijna 100.000 euro. Loten kost 10 euro. En een groot deel van ieder lot is dus echt voor de vereniging. Zodat we daarmee de eigen bijdrage kunnen verhogen. Wanneer is nou de trekking? De trekking die is binnenkort al, 2 oktober, notaris van Rijn hier in Zeist. Dus we moeten nog eigenlijk een eindspurt maken om zoveel mogelijk loten te verkopen. Hoe wordt de bekendmaking van de winnaars georganiseerd? Dat direct na de trekking de verloterij, dat is de organisatie, die zoekt contact met de prijswinnaars. En dat wordt allemaal gepubliceerd via mailings, via Facebook, want veel gaat via Facebook tegenwoordig. En worden dan persoonlijk uitgenodigd om de prijzen op te halen. Nou, veel succes en we zijn heel benieuwd naar het nieuwe pand. En wanneer zal het er staan, schat u zo in? Staan, dat wordt nog een lastige. We hopen eigenlijk de eerste spade de grond te zetten in zomer 25. En dan zal de bouw zo'n 10 maanden duren. Begin 26 hopen we daar wat moois te hebben. Maar dan moet alles mee zitten. De loten zijn te koop via de website van Jonathan.